We leven in een mooi land, ons Nederland. Waar je ook heen rijdt, je belandt altijd wel in een godsgruwelijk mooi en karakteristiek dorp. Zoals hier in Buren, waar de goede rustige sfeer sinds kort wordt geïnjecteerd met het gif dat de Zwarte Pieten-discussie heet. Het gaat hier zelfs zover dat niet de kinderen brieven schrijven naar Sinterklaas, maar ook de burgemeester. Ik heb een brief geschreven aan Sinterklaas met een cc'tje naar alle verenigingen, instellingen en scholen. En wat was de essentie van die brief? De essentie is, denk na, de wereld verandert. Buren hoort bij die wereld hier in Nederland. En als op televisie voor de kinderen Sinterklaas verandert met Zwarte Piet, dan heeft het natuurlijk ook consequenties voor de kinderen wat ze hier beleven in Buren. Ik kan mijn ding er wel van zeggen, maar dat kun je niet uitzenden. Waarom niet? Wij zijn alles uit, dat weet je. Ja, daarom. Halve gek. Je wordt gelijk een discriminatie beschuldigd, van discriminatie beschuldigd. Maar ik vind het de grootste onzin die er is. Het zit al zo lang in Nederland en het is gewoon onze cultuur. Dus ik vind het al een beetje overdreven ook. Ik vind dat Zwarte Piet gewoon lekker zwart moet blijven. Zwarte Piet bestaat al heel veel jaren. U heeft verder met de rest van Nederland niks te maken? Nee, ik heb met mijn inwoners vooral te maken. En volgens mij moet u daarna handelen. En dan heeft u helemaal niks te maken met wat er bijvoorbeeld een klein groepje in Amsterdam vindt. Want daar gaat het over. Nee, ik heb het niet over de discussie. Ik heb het over. Heeft u wel? Ik heb het niet over de discussie. Ja, er is een minderheid die zich daaraan irriteert. En we leven in een democratie. Dus dan moet de minderheid zich altijd inschikken bij de meerderheid, lijkt mij.